In maart volgend jaar opent in Garmerwolde de eerste schoolkerk van Nederland. Het is een concept van de Stichting Oude Groninger Kerken, waarin verschillende educatieve activiteiten worden ondergebracht. De schoolkerk wordt straks een plek waar je naartoe kunt gaan om te leren over erfgoed, over materieel erfgoed, dus wat je kan zien en wat je kan aanraken, maar ook over immaterieel erfgoed, dus feesten in verschillende religies. Een educatieve plek dus. Momenteel wordt er druk gewerkt op het terrein. We staan hier nu op het punt waar eigenlijk de kerk vroeger begon. Deze kerk was eerst een stuk groter. Als je die kant op kijkt, dan zie je dat er een deel is afgebroken. Dat is in de 19e eeuw gebeurd. Ze wilden de kerk eigenlijk groter maken, maar het geld was op. Maar toen hadden ze al een deel gesloopt. Dus dat hebben ze weer netjes dichtgemaakt met stenen. Eigenlijk is er een soort pleister opgeplakt. Door de eeuwen heen is er heel veel veranderd aan zo'n gebouw. En dat is ook iets wat we in de schoolkerk graag duidelijk willen maken. Het gaat niet alleen over verleden, deze plek, maar ook over het heden. Het zegt iets over de maatschappij nu en ook over de toekomst. Het middelpunt van de verbouwing is de toren naast de kerk, waar straks een speciale tentoonstelling plaatsvindt. Je stapt straks die trap op en dan kom je in verschillende kamertjes waar je een verbeelding hebt van een feest. En dat klinkt dan heel abstract, maar dat is zo bedoeld, zodat je je eigen verbeelding er ook op los kunt laten. Dus je leert iets over een feest, maar niet alles wordt ingevuld. We zijn zo net een stukje de trap opgeklommen en hier kom je dan bij het eerste feest en dat is kerst. En als je dan hier de hoek om gaat, dan kom je langs Pasen en zo ga je naar boven alle feesten langs. Bovenin de toren, het uitkijkpunt over het Groninger land. Ja, de klok blijft ook die blijft luiden. Hij doet het nog steeds. Want het is natuurlijk ook gewoon de kerk voor het dorp. En die moeten toch weten hoe laat het is.